Een thema dat we ook vaak tegenkomen is knopen doorhakken. Hoe moeilijk kan het zijn om een knoop door te hakken, om een keuze te maken, om een andere beslissing te nemen? Bijvoorbeeld van job veranderen, bijvoorbeeld gaan sporten of u uitstappen uit een moeilijke relatie. Dat zijn allemaal dingen die vragen om knopen door te hakken. Nu, voordat we met dat thema aan de slag gaan, is het wel belangrijk om te weten wat dat de reden is waarom dat we geen knopen doorhakken. Je moet weten dat ons brein al vanuit een oertijd zegt, als het veilig is, zitten we hier goed. Dus waarom zouden we naar een onveilige plaats gaan als ons brein eigenlijk constant veiligheid aan het zoeken is? En dat is nu net wat knopen doorhakken is, u in die onveilige omgeving gaan zetten, iets nieuws proberen, een uitdaging aangaan. Dat is allemaal een stretch in ons oerbrein dat zegt, oh, maar gaan we dat toch wel doen, dat weet ik zo nog niet. Dus dat overwinnen, dat is eigenlijk een grote stap die je samen met je coach kunt maken. En eens dat je die stap gezet hebt, dan is het natuurlijk een makkie om die knoop door te hakken.